In dit filmpje wil ik je laten zien hoe je mp3-bestanden langzamer kunt afspelen zodat je ermee mee kan leren spelen. En om dat te doen ga ik openen de VLC player. Dat is de speler waar het om gaat. Ik zal hem even op groot scherm zetten. De VLC player is te downloaden op verschillende plekken. Ik zal je even laten zien. Hij is bijvoorbeeld... Je kan gewoon VLC Media Player intoetsen en dan kom je op de website waar je hem kan downloaden. Je kan hem hier gratis downloaden. Hij is herkenbaar aan een rood of oranje-witte pilon. Als je hem dus er al op hebt staan, dan heb je hem al op je, kan je hem daaraan herkennen. Dit is de plek dus waar je hem kan downloaden, VLC Media Player. Die zal ik even verkleinen. Ik heb hem dus al gedownload. Hij staat op mijn site. En op deze kan je gebruiken om een bestand wat je hebt, een MP3 bestand, langzamer af te spelen. Om dat te laten zien zal ik naar een willekeurig bestand gaan. Ik zit hier in een map met allemaal MP3 bestanden. Dus bijvoorbeeld, ik zal hier de Blue Mountain Walls aanzetten. Die zie ik hier onder beeld lopen. En dan ga je naar afspelen. Snelheid. Hij staat nu op normale snelheid. Maar je kan hem hier dus langzamer zetten. Hij kan nog langzamer. Het voordeel hiervan is dat je dus kan meespelen met de muziek. Je kan hem ook weer op de normale snelheid zetten. Je kan dus met andere woorden, ik zal deze even uitzetten. Je kan dus een MP3 bestand wat je van bijvoorbeeld mijn website haalt. Ik zal deze even wegklikken, ik ga even naar mijn website toe. Als je bijvoorbeeld naar bladmuziek gaat op mijn website, dit is overigens Google Chrome wat je hier ziet. En stel dat je denkt van nou ja, deze MP3. Ja, die is me te snel, dat kan ik gewoon, dat kan ik niet bijhouden, dat is te snel. Dan staat hier een pijltje met een streepje eronder en die kan je downloaden. Dus als je hier op klikt, komt er een scherm en dan kan je... dit bestand downloaden. Bestand opstand staat ook boven, dus dat doe ik. En dus in dit geval gaat hij naar de download map, dus ik sla hem op in de download map. En dan ga ik hier naar mijn map met bestanden en dan ga ik naar de download map en dan moet hij daarin staan. Ja. En op het moment dat ik hem dan aanzet, klik ik erop en dan klik ik op mijn linker muisknop. En dan open ik hem met de, want ik heb meerdere van dat soort spelers, ik open hem met de VLC Media Player. Die ik dus net had. Kijk, en dan staat hij hier. En dan kan ik hem dus ook weer langzamer afspelen. Of nog langzamer. En ik kan natuurlijk ook hem de bladmuziek er dan naast leggen. En ik kan hem ook op normale snelheid weer zetten. Dat is één. Je hebt ook, en dat, dit is zoals ik zei, Google Chrome. Als ik die even wegklik en ik ga naar, in dit geval, dit is Mozilla Firefox. En dan ga ik diezelfde bladmuziek bekijken. Ik zal deze even wegklikken. Ik heb net even uitgezocht. Kijk, op het moment dat je op deze
MP3 bestand klik, begint hij ook te spelen, maar let op, even kijken. Hier kan ik dus zelfs op internet zelf. In Mozilla Firefox heeft dus al een functie erin zitten. Druk op je rechter muisknop en dan komt dit schema tevoorschijn. Maar je kan hem dus ook sneller laten spelen. Het geeft je ook de mogelijkheid om een stuk in verschillende tempo's te beluisteren om te kijken wat spreek je het meeste aan. Oftewel, dit zijn mogelijkheden die je hebt op je computer om je makkelijker je MP3 bestanden sneller of langzamer af te spelen. In Mozilla Firefox kan dat dus direct en in Google Chrome, wat ik net liet zien, daar moet je het bestand, dit is Google Chrome, staat hier. Moet je het bestand dus downloaden op je computer. En als je het gedownload hebt, dan kan je dus in de VLC player kan je het bekijken. Je kan het ook in Audacity bekijken overigens, want die mogelijkheid liet hij je net ook zien. Maar de VLC player is eigenlijk een hele handige speler die meerdere mogelijkheden heeft. Het is voor de VLC player geldt ook dat hij in de App Store staat, dus als je een iPad hebt, kan je ook de VLC player erop zetten en kan je hetzelfde. Of een tablet, dat maakt in dit geval niet uit. Dat was het. Dus ik hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben.